Dennis, Dennis, ik heb honger. Dennis, ik wil eten. Ja, maar jij wil Dennis. Altijd eten, Lotte. Ik word helemaal gek van jou. Maar ik heb gewoon honger. Ja, oké. Waar wil je eten vinden hier? Nee, we blijven van de dieren af. Ik weet wel een ander ideetje waarmee ik jou blij kan maken, Lotte. Vertel! Vandaag gaan Lotte en ik een restaurant bouwen in Minecraft. Maar dit doen wij niet zomaar. Namelijk moet ik zometeen tegen Lotte strijden en wij hebben allebei 15 minuten de tijd om een restaurant te maken. En degene die na 15 minuten het mooiste restaurant heeft gemaakt, wint. En Lotte, dat ga ik natuurlijk zijn. Dat ben ik! Nee! 100%. Jij kan wel van veel eten houden, maar ik ga beter bouwen. Ik ga winnen. Nee, ik ga dit easy winnen. Nou, weet je wat? Wie de winnaar is, dat bepalen jullie hier beneden in de reacties. Mocht je nou willen dat ik het vaker doe, doe dan zeker dat duimpje omhoog op deze video. Want bij de 5000 duimpjes omhoog op deze video ga ik hiermee door. En wist je trouwens dat als jij op die abonneerknop drukt, dat die dan grijs wordt? Ik zou zeggen, probeer het zelf maar. Nu dat gezegd is, ben je er klaar voor, Lotte, om te verliezen? Ja! Hey, dat dacht ik al. Dan gaat de tijd nu in. Succes! Succes! Oké, ik weet natuurlijk al wat ik ga bouwen, namelijk mijn favoriete restaurant. En welk restaurant dat is, dat hou ik nog eventjes geheim voor jullie. Wel heb ik daar een paar kleuren voor nodig, namelijk geel en rood. Rood en geel heb ik nodig. Daarna nou, ze moeten nog meer concrete pakken. Ik wil lichtgrijs, denk ik. Ik wil donkergrijs. Wat ga ik nog meer gebruiken? Eens even kijken, bruin concrete. Ik denk dat dat wel vet is. En dan heel veel smoothstone. Dus als eerst moeten we alle dingen verzamelen. En dan kunnen we meteen al gaan beginnen. Want ik wil hier namelijk een pad creëren, zo helemaal deze kant op. Want dat wordt een beetje de stoep. Een stoep hebben we altijd natuurlijk nodig, want ja, waarom een stoep? Dat zien jullie zo meteen wel. Even kijken, wat heb ik nog meer nodig? Ik mis nog iets. En ik wil daarmee de parkeerplaatsen gaan maken. Alleen, wat is dan handig om te gebruiken? Is dat gewoon licht concrete, dus grijs beton? Of is dat beter als ik stone ga gebruiken, zoals smooth stone of gravel of iets? Nou, ik denk smoothstone niet voor de parkeerplaatsen, maar wel lichtgrijs. Dus wat we dan even doen, dan halen we dit allemaal weg hier zo. En dan gaan we als eerste wat parkeerplaatsen maken voordat we daadwerkelijk gaan beginnen aan het restaurant. Even kijken. Ja, dit is wel perfect. Deze kleur is perfect. Want met het smoothstone wil ik iets anders gaan doen. Namelijk de stoep zelf. Dus dit zijn de parkeerplaatsen. En als je denkt van Dennis, wat zijn dit voor parkeerplaatsen? Ik weet het, het ziet er nog niet uit, maar het wordt mooi. Ik beloof het. Ik ga natuurlijk een beetje zo een bochtje maken. En wat we dan doen is, we maken hier een lijn. Dit wordt namelijk een parkeervak. En dan maken we hier ook weer een lijn zo. En dan doen we dat hier precies hetzelfde aan deze kant. Kijk eens aan. Hier komt een lijn. Dan halen we dit door naar deze kant. En wat we dan doen is we pakken het lichtgrijze beton erbij. En dat vullen we helemaal op zo. En ik denk dat dit er wel uitziet als een parkeervak, toch? Had het trouwens ook voor zwart kunnen gaan, bedenk ik me net. Dat was misschien wat mooier geweest. Alhoewel, ik vind het er ook wel goed uitzien. We hebben alleen geen auto's in Minecraft. Dat is een klein probleempje. Dus wat gaan we daarvoor gebruiken in de plaats van auto's, natuurlijk boten. Dus we pakken een bootje erbij. Dan pakken we die. En die zetten we dan lekker hier zo in het parkeervak. Zo. En dan eet je daar zo. Hier zo. Kijk eens aan. Helemaal prima in het parkeervak. Dat ziet er helemaal goed uit. Laten we nu maar meteen doorgaan naar de stoep zelf. Want er moet natuurlijk ook een mooie stoep komen waar mensen overheen kunnen lopen naar het restaurant toe. En dat komt natuurlijk hier. En dat gaan we doen met smoothstone. Even kijken tot hier helemaal weg. En dan gaan we dit allemaal opvullen. En het restaurant wordt ook zo mooi natuurlijk. En ik ben heel benieuwd of jullie een beetje kunnen raden wat voor soort restaurant ik ga maken. Als eerste wil ik hier een soort van pilaar gaan maken voor het restaurant. En ik denk dat het een beetje zoiets wordt. Zo, en dan deze kant en dan deze kant. Ja, dit is denk ik perfect. En dan ietsjes omhoog. En dit wordt een beetje de hoek van het restaurant. Ja, dit is perfect. Wat we dan even doen, dan doen we een laagje smoothstone natuurlijk eroverheen. Zodat het wat meer afgewerkt uitziet. En wat we dan doen, is dan pakken we wat meer slabs. Ik wil namelijk quartz slabs gaan gebruiken. En die zijn best wel handig, want dan kunnen we een beetje een omringsel creëren hier. En dat doen we een beetje op deze manier. Dus zo, hier is het boven. Kijk eens aan. En hier hebben we die hoek. Dus wat we hier doen, even kijken. White concrete. Gaan we dat gebruiken voor de McDonald's? Oh, nu heb ik het gezegd. Nee, nu weten jullie al wat ik ga maken. Nou ja, oké. Misschien wisten heel veel van jullie het al. Het is ook niet zo moeilijk om te raden, denk ik. Oké, ik zei letterlijk al wat ik ging maken. Oké, de McDonald's. Jullie hebben me door. Dat is mijn favoriete restaurant. En ik kan er ook niks aan doen, oké? Hier
Hiermee gaan we de ramen maken. En wat we dan doen is natuurlijk hieronder komt een laagje. En dan hier komt ook een laag. Kijk eens aan. Dit is echt perfect. En het belangrijkste moeten we natuurlijk ook nog hebben. En dat wil ik denk ik... Dat wil ik hier hebben. Ja, aan deze kant. Dus wat we even doen is we laten dit een beetje oplopen naar de zijkant. Zo. Want het belangrijkste moet er nog bij komen. Namelijk de paal zelf. Gaan we hem hier doen. Zo. 1, 2, 3, 4. Dit is denk ik wel perfect. En dan doen we een beetje een onderlaag natuurlijk. Zo met die blokken erop. En dan zo en zo. Want nu gaan we het mooiste van alles maken. Natuurlijk de McDonald's M. En dat doen we op deze manier. Als het goed is moet het dan zo. En dan zo is het een beetje oké, denk ik. Zoiets. En ja, ik denk dat dit echt perfect is gewoon. Kijk eens aan. Dit lijkt wel op een McDonald's M, toch? Zo. En dan... Oh my god. Dit is zo vet. Ja, dit vind ik echt heel mooi. Oké, dit gaat dus aanduiden dat dit natuurlijk een McDonald's is. Ik bedoel, wat moet het anders zijn? Het kan niet anders dan dat dit een McDonald's wordt. Oké, we moeten hier eigenlijk ook nog een bochtje hebben. Dus laten we even snel wat door gaan bouwen. Dit is helemaal perfect. En hier komt dan ook een beetje een McDonald's. We moeten natuurlijk ook nog een McDrive hebben uiteindelijk. En we zijn al een tijdje bezig. Dus het mag niet allemaal te veel tijd kosten. Maar ik denk dat het wel allemaal gaat lukken. Hier doen we natuurlijk wat glas in. Net zoals bij de andere kant. Dit ziet er echt wel top uit. Even kijken zo. Hier moet natuurlijk wel een ingang komen voor de McDonald's, denk ik. En natuurlijk moet het belangrijkste er nog bij komen. Dat is zo 1, 2, 3. En dan gaan we het hier bouwen. Dus dan doen we 1, 2, 3. En dan weer hetzelfde als wat we daar hadden. Dus dan is het zo en zo. En dan hier weer 1, 2, 3. En hier ook 1, 2, 3. Kijk, dit is helemaal perfect. En dan maken we dit helemaal rood natuurlijk voor de M van de McDonald's. Even kijken zo. Oh, dit is trouwens niet perfect. Dit is niet perfect. Nee, ik heb een foutje gemaakt. Ja, kijk, zo is die weer correct. En dan doen we dit zo opvullen met rood beton. Kijk, dit ziet er veel beter uit. Oh, ik vind het echt mooi. Ik vind het oprecht echt mooi. Oh, dit wordt echt de beste McDonald's ooit gewoon. Dan doen we hier. Oh, dat moet lichtgrijs zijn. En hier ook lichtgrijs. Kijk eens aan. Oh, ik ben verliefd. Ik ga hier elke dag eten. En ik denk Lotte ook, want ze houdt ook van McDonald's. En daarom ga ik dit maken. Want het is mijn favoriete restaurant en ook die van Lotte. Ik bedoel, wie houdt er nou niet van McDonald's? Als jij ook van McDonald's houdt, doe dan zeker dat duimpje omhoog op deze video. Ook al is het wel een beetje ongezond. Maar het is wel lekker. En daar, dat is het belangrijkste toch? Het is lekker. Oké, wat we dan moeten hebben, moeten een beetje gaan werken aan de inrichting, denk ik. Dat is ook wel belangrijk om te hebben, toch? Ik bedoel, zonder inrichting, wat is een McDonald's zonder binnenkant? Oh, trouwens, dit moet even weg. Kijk, en dan kunnen we daar een beetje verhoging mee maken. En dan kunnen we daar uiteindelijk... Ja, gaan we de deuren in maken? Ik denk niet echt dat dat nodig is. Wat we hier gaan doen is beginnen met de inrichting. We moeten natuurlijk... Oh, wacht. We kunnen eerst als beste de buitenkant wel aan maken. Alleen... Want wat voor blokken gaan we dat doen? Dat moeten we even kijken. Ik denk gewoon met deze zo aan die kant. Ja, perfect. Oké, dit is echt perfect. En wat we dan doen natuurlijk is het buitenrandje. Die is ook zeer belangrijk. En die zat toch op deze hoogte als ik het goed heb. Kijk eens aan. Dit is... Oh, dit is zo mooi. Ik vind het heel mooi worden. Oké, wat we dan doen, we moeten natuurlijk wel een soort van dak erop hebben. Dus we gaan voor oak slabs. Ik denk dat dat wel vet is als we die erop doen. Namelijk hier zo'n randje eromheen. Zo, aan deze kant ook. Kijk, het dak zit er al bijna helemaal op. En dit was de laatste. Laten we dit ook gewoon doen voor de sier. Even kijken. Dit is helemaal top zo op deze manier. En dan kunnen we beginnen gewoon met de inrichting. En daar ben ik heel blij mee. Want we moeten nu een soort van vloer gaan kiezen. En ik denk dat het misschien leuk is als we een beetje een kleurvloer erin hebben. Misschien gewoon geel. Of is dat een beetje raar als we gele vloer hebben? Ik weet niet of dat raar is. Misschien wel vet als we zo'n lijn eromheen hebben misschien. Zo. Creëren we een hele lijn eromheen een beetje. Dat is denk ik wel cool als we dat doen. Zo. Dan doen we hier zo'n gele lijn. Kijk. En dan doen we dat hier precies hetzelfde. We moeten wel wat licht hebben hier aan de binnenkant. Want het is hier wel donker. En zullen we dan gewoon de binnenkant misschien rood gaan maken? Dat is misschien wel vet. Oké, laten we als eerste maar even wat verlichting plaatsen hier. Want het is hier echt enorm donker. En ik zie niet zoveel. Even kijken. Zo. Dan plaatsen we daar even een lampje. Hier even snel een lampje. Weet je wat? Plaatsen hier gewoon even overal wat lampjes. En dit gaan we dan gewoon rood maken. De binnenkant van de McDonald's wordt lekker rood. Het zijn een beetje de kleuren van de McDonald's, vind ik zelf. Volgens mij vinden jullie dat ook wel. Ik bedoel, het logo is ook rood met geel. En ik vind het op zich nog wel matchen ermee met de vloer. Het ziet er tot nu toe wel cool uit. Alleen, we moeten het wel mooi gaan inrichten, uiteraard. Even kijken zo. En dan gaan we een beetje zoiets doen. Even kijken zo aan deze kant. Oh, dit wordt echt het beste restaurant ooit gewoon. Oké, dit is perfect. En nu moeten we dat denk ik ook aan de bovenkant doen. Anders ziet het een beetje raar uit, denk ik. Laten we dat ook maar aan de bovenkant zo gaan doen. Zo, hier zo. En dan hier. Oh, dit is echt mooi. Oké, glas. We hebben glas nodig. Zo, het glas erin. Zo,
zo. En hier en hier. Glas hier erin. Kijk eens aan. We moeten ook een keuken hebben voor de McDonald's natuurlijk. Zo. Dit is helemaal perfect. We hebben nog 5 minuten de tijd nu nog over voor de inrichting. En daar moeten we wel een beetje tempo bij maken. Want er valt nog een beeld in te richten. Ik denk dat dit gewoon een beetje vanaf hier wordt denk ik de balie. Ik denk dat dat wel handig is als we dat zo aangeven. Misschien op deze manier. 4, 3, 2, 1. Oh, oké. Okay, ja, de tijd is voorbij. Ik kan niet meer verder. Dit is mijn McDonald's geworden. En ik ben er mega trots op. Lotte, de tijd is voorbij. Oh, nee. Is het gelukt? Niet helemaal, maar wel grotendeels. Oké, okay, jij mag als eerste bij mij kijken als je dat wil. Oké, okay, ja, dat is goed. 1 vraagje. Wat denk je dat ik heb gemaakt? Ik denk iets van een heel chic restaurant. Nou, ik zou zeggen, kom maar om het hoekje lopen. Oké, is goed. Kom aan. Niet stiekem verder bouwen, hè, Lotte? Nee. Dat zou ik nooit doen, Dennis. Nou, kom je? Oké, okay, ik ben er. Dit is mijn restaurant. Wow! Je weet dat ik dol ben op de McDonald's en jij bent er ook dol op. Ja. Ik heb hier natuurlijk de paal van de McDonald's gemaakt, zoals je kan zien. Maar mega groot en M. Dit is gelukt. Ja, hè? Ja, inderdaad gewoon. En hier heb je natuurlijk de stoep. Hier zo, dit is de stoep. Ja. Hier heb je de parkeerplaatsen. Natuurlijk hebben we geen auto's in Minecraft, dus ik heb de boten er neergezet. Dat is een goede oplossing. Alleen is 1 nadeel. Deze McDonald's heeft tot nu toe nog geen McDrive. Hij is lekker ouderwets, dus je moet hier gewoon naar binnen lopen. En dan, ja, ik zou zeggen, welkom in mijn McDonald's. Wow. Zo ziet hij eruit van de binnenkant. Je kan hier lekker zitten eten. En hier heb je nog een kinderstoeltje. Dan heb je hier natuurlijk de balie zo aan deze kant. Dit en hier kan ik je bestelling mooi. Opnemen. Hier heb ik mijn werkoutfit. Wat wilt u hebben? Doe mij maar een Happy Meal. Een Happy Meal. Ik zou zeggen, u mag hem dit keer zelf klaarmaken. Kom maar mee. Oh, ik laat okay. je de keuken zien. De dit is de werkkleding, maar die hoef je voor dit keer niet aan. Dus ik zou zeggen, kom maar mee naar de keuken, want hier hebben we de keuken. Wow. En hier wordt alles gemaakt, dus hier mag je ook zelf je Happy Meal maken. Oké, dat is echt super vet. Ja, hè? Ik vind de keuken ook echt goed gelukt. Ik ben heel benieuwd wat voor restaurant jij hebt gemaakt, Lotte. Oké, kom mij maar mee. Oké, ik kom met jou mee en dan even een kijkje bij jouw restaurant. Oké, ik denk dat ik al wel kan vertellen dat jij hebt gewonnen, Dennis, want... Nee, dat mag jij niet zeggen. De kijkers bepalen wie de heeft gewonnen. Ja, maar ik denk dat de kijkers jou het vetst vinden. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien. Oké, kom maar. Oh my god, je hebt de KFC gemaakt, Lotte. Ja. Daar verkopen ze allemaal kip. Ja, daarom mijn kippies. Oké, ik ben heel benieuwd. Mag ik een rondleiding? Ja, het is... Wow, hij is wel vet, hoor. Hij ziet er echt wat uit, de KFC. Ja, ik vind hem heel leuk. Oké, ik ben benieuwd. Nou, het is wel een beetje koud. Oh. Ja. Lotte, waar is de keuken? Die is... het is nog, zeg maar, allemaal onder constructie. De keuken is allemaal nog gemaakt worden. Ja, je hebt meer aan de... Hij is nog niet geopend. Je hebt, zeg maar, meer aan de buitenkant gedaan dan aan de binnenkant. Ja, dat duurde echt super lang voordat ik die letters kon maken. Ja, 15 minuten is niet heel veel tijd, Lotte. Nee, dus ik had het echt heel erg onderschat. Kijk, zie je dat? Ik heb die letters nagemaakt. Ja, de letters zijn wel echt goed gelukt. Ja, hè? Nou ja, Lotte, de kijkers bepalen wie die heeft gewonnen. Dit is alweer het einde van deze video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan zeker niet om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Dan check ik jullie bij de volgende video weer. Later.